Maat! Bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we iemand pranken, maar het is niemand van ons. Nee, Kevin is namelijk heel erg bang voor slangen. En mochten wij nou toevallig een maatje hebben van ons die een hele grote slang heeft? Ja, en dat is natuurlijk onze eigen Bartje. Hey jongens. En we gaan deze slang gaan we in een badkamer neerleggen of op een wc. We zijn er nog niet precies over uit, daar gaan we nou nog even over discussiëren. Dus jongens, ik heb er zin in. Let's go, Kevin, je bent een lul. Ja, waar gaan we heen? Waar gaan we checken? De slang is ongeveer 3 meter lang. Moet lang genoeg zijn, toch? Ja, ik denk wel, als Kevin dit dadelijk ziet, gewoon onverwachts, hij is met iets bezigs en in één keer komt die slang tevoorschijn, die gaat wel even schrikken. Oké, we hebben dus 2 opties. Optie 1, de badkamer. We willen misschien verstoppen in een kledingmand. Kevin moet gaan kijken naar zijn kledingstuk en ziet vervolgens de slang. Of optie 2, Kevin moet even naar de wc toe en we douwen via het raam de slang naar binnen. We gaan eerst kijken naar optie 1, kom. Naar locatie 2, gaan we even checken wat de tweede optie is. Oké, jongens, optie 2 is dus, Kevin gaat naar de wc toe en wij douwen je door het raam de slang naar binnen. Alleen ik weet niet of dat mogelijk is, technisch gezien. Maar je kunt hem ook gewoon dit dicht doen en de slang hier binnen liggen. En dan doet hij die deur open en dan ziet hij. In de wc? Nee, niet in de wc, maar gewoon dan ligt hij rechts op de grond. Okay, Rob heeft dus zijn live locatie gedeeld en hij is al bijna bij Helmond station. Heeft hij ongeveer een kwartiertje over gedaan, dus we hebben dan nog een kwartiertje om alles goed neer te zetten, om de cameraman te verstoppen, om de GoPro neer te leggen. Dus laten we even kijken hoe Ivo het doet. Let's go. Rob heeft dus een live locatie gedeeld, daarop kunnen we zien hoe ver hij nu is via WhatsApp. Het eerste probleem is, volgens mij is Rob zijn telefoon uitgevallen, want die jongen die reageert niet meer. Dus we moeten het zeker voor het onzekere nemen. En Bart die staat hier daar klaar, ik sta klaar, Boris staat klaar. Hij doet dadelijk dus dit open en hij vindt slang. Hierboven. Ja, hier daar. Oh, maat! Lul! Doe open! Doe open, maat! Je moet naar hem fluiten, dan wordt hij rustig van. Hij blijft erin zitten, maat. Doe open, maat! We zijn 20 watt sterk. Oh! Oh maat, mijn vingers af te tussen vriend. Ik breek de deur op midden maat. Maat, ik sta helemaal te trillen vriend. Ja, als je hem één keer uit, pak je eruit. Ja, gedaan. Ja, nee, ja, nee. Moet je zien maat. Zijn ze paupers. Ren achter me, ren achter me. Dat slangetje. Slangetje! De waggy slang. Kevin, wat vond je ervan jongen? Ben je flink geschrokken? Ik op mijn benen maat. Hey, de tweede keer schrok jij ook eigenlijk als de eerste keer volgens mij. Hè? Toen had je het niet verwacht, snap je? Ja, maar de eerste keer kon hij ook nergens heen, weet je wel. Nu, tweede keer? De tweede keer stond hij ineens naast me. Ja, ik vind wel dat de video geslaagd is jongens. Zo bang was ik. Zo bang was Kevin. Wie heeft er nou een sjaal nodig als je slang hebt? Ik hoop dat jullie deze video vet vonden. De reactie van Kevin was echt priceless. Ik wil Bartje bedanken dat hij met de slang is gekomen. Zijn kanaal staat hier in het i'tje. Zeker eventjes zijn kanaal checken. Ja, en zorg ook dat jullie thumbs up doen, die duimpjes omhoog. Want we kennen nog iemand. En die is nog een stuk banger voor slang. Die gaan we gewoon prijken als jullie dus weer doen. Duimpjes omhoog achtermaken. Ja, en zorg ook dan dat je geabonneerd bent. Want anders zie je de video niet voorbij komen. En dan zijn we zoals altijd later.